Mevrouw de voorzitter, we spreken vandaag over de begroting, de miljoenennota 2009. Een flutstuk van het slechtste kabinet ooit. Ik zal nog even doorgaan, als u dat goed vindt. De zinloze ontwikkelingshulp van de bakken met geld in de bodemloze put die de Antille heet. Die elite, daar in vak K, vindt alles best. Zolang de subsidiestromen maar richting de VPRO, richting Milieudefensie en richting de kunstbobo's gaan. Bijna niemand die er nog in gelooft, behalve een steeds kleiner clubje linkse dat aan het belastinggeldinfuus ligt en voor zichzelf een baantje heeft geregeld bij een subsidieslurper. Het linkse project van de multicul of de klimaatwaanzin of onze donaties aan de pina colada maffia op de Nederlandse Antillen. Hoe meer stemvee voor de linkse kerk, hoe beter. Ik denk wel eens, in het vliegtuig wordt ze zeker al geleerd, jij stemmen op Wouter Bos, hij jou geven uitkering. De kiezer wil een nieuwe Kamer en een nieuw kabinet in plaats van dit stelletje hulpelozen in dat vastgelopen autootje. Nog even en 1 op de 5 mensen in de Europese Unie is een moslim. En dat is goed nieuws voor dit multiculti-kabinet dat buigen voor de verschrikkingen van Allah als haar belangrijkste taak ziet. Het is ook nieuws voor het CDA. Het CDA dat inmiddels staat voor christenen dienen Allah. Nee, het ziet het als een prachtige verrijking voor het Nederlandse landschap. Al die knusse moskeeën, al die leuke hoofddoekjes, al die gezellige boerka's. Ja, Nederland wordt er echt een stuk mooier van. Daarom, voorzitter, tijd voor de grote schoonmaak van onze straten. Als onze nieuwe Nederlanders zo graag hun liefde voor deze 7e-eeuwse woestijnideologie willen tonen, dan moeten ze dat maar doen in een islamitisch land, maar niet hier, niet in Nederland. Mijn eerste voorstel, de introductie van een hoofddoekjesbelasting, een kopvoddentax zou ik het willen noemen. Gewoon, voorzitter, 1 keer per jaar een vergunning halen en dan meteen even aftikken. Maar als het gaat om het stemvee van de Partij van de Arbeid, dan is het ineens oogjes dicht en snaveltjes toe. Dan... Wat u wil introduceren is een achterlijke cultuur. Nee, de islam is juist een achterlijke cultuur, die wil ik bestrijden. Maar wat nou, meneer Wilders? Als ze allemaal gaan betalen? Nou, dan hebben we heel veel geld om te gebruiken aan bijvoorbeeld Blijf van mijn lijfhuizen, waar mensen die de islam verlaten naartoe moeten gaan omdat ze bang zijn dat het hun leven kost. Ja, ik meen het verkeerd. Ik weet niet of ik het goed verstaan heb of niet, maar zei u nu werkloosheid is geen probleem in Nederland? U zat in een ander debat, denk ik dan. Ah, oké. En de overdrachtsbelasting. Dus een begroting voor de rijken en dat gaat ten koste van de allerarmsten in de derde wereld. Nee, voorzitter. Ik krijg bijna tranen in mijn ogen, maar dat is echt allemaal niet waar wat u zegt. Cadeautjes aan de rijken geven. Nee, maar nogmaals, het is een onzinverhaal. Wij geven geen enkel cadeautje aan de rijken. Ik weet dat u dat beeld graag wil neerzetten, maar dat is echt complete onzin. U heeft uw stukken niet gelezen en u weet totaal niet waar u over spreekt. Wij geven... Ja, u zit nou nee te knikken, maar u heeft de stukken gewoon. U bent echt... Dat is echt te dom voor woorden wat u nu doet, want het staat hier. Het staat hier gewoon. Wij geven volgens mij is het Wilders wonder. Land. Grenzen dicht, moslims eruit en vrouwen opsluiten. Nou, voorzitter, ik kan ook dit weer... Ik bedoel, u kunt het op alle manieren proberen hier van de ene fractie naar de andere. Maar het is echt compleet allemaal onzin. Wij willen niet de moslims het land uit. Dat heb ik nooit gezegd. Dat zult u ons ook nooit horen zeggen. Dat hebben we ook nooit gezegd. We willen niet moslims het land uit. We willen mensen het land uit die de wet overtreden. Die willen we het land uit, ja. En we willen een immigratiestop uit moslimlanden. Dus als u al met dat soort demagogie aankomt, het mag hoor. Allemaal prima, het hoort erbij. Maar houden zich dan wel aan de feiten en niet aan vuile leugens. Want als u zegt dat wij moslims het land uit willen, dan nodig ik u uit om 1 citaat te geven van ons. Hebben we nooit gezegd. En dat is dus een hele grote vuile leugen, mevrouw Hamer. Meneer Pech. Er wat meer linkse hobby's binnenkomen. Is het overigens waar dat Raoul Castro lidmaatschap bij u heeft aangevraagd? Dat is even een zijlijntje. Maar ik wil naar een serieuze vraag toe. Daar lachte iemand. Kijk naar de Vogelaarwijken. Dank u wel. Kijk naar dat half miljoen. Nee, maar ik geef het net altijd. Ik mag toch antwoorden op de vraag. Dat is me zeer duidelijk dat u dat doet. En omdat u niet naar mij luistert. Ik heb maar één andere mogelijkheid. Het is mij zeer duidelijk dat u dat doet, maar ik vraag aan alle mensen die antwoord geven om dat zodanig te doen dat we dit debat ook nog op een redelijke tijd kunnen afronden. En dat vraag ik dus ook aan u. Gaat u verder? Ja, nee, voorzitter, het bevalt me helemaal niet dat ik, terwijl ik een antwoord ben gegeven, dat u botweg de microfoon uitdraait. Maar goed, ik kan, ik kan er niks aan doen. Maar ik was antwoord aan het geven op een nette manier, voordat de voorzitter daar doorheen kwam, om de antwoord te geven op uw vraag. Dat accepteer ik niet. U moet niet zeggen dat ik er doorheen kom. Ik probeer het een beetje te leiden en daar gaat u ook aan meewerken. U vervolgt uw betoog. Nee, daar geef ik geen antwoord. U gaat gewoon proberen om het korter te antwoorden. Voorzitter, ik ga voor mijn eigen antwoord. U heeft er echt totaal niet mee te bemoeien. Goed, voorzitter. Nou ja, dan heb ik de vraag nu beantwoord. Het spijt me. Voorzitter, ik zei het al. De heer Bos zou eens moeten beginnen met het snijden in zijn eigen linkse taaie vlees. Durf nog iets te zeggen. Wouter verbergt zijn angstige blik achter zijn gedeclareerde Ray-Ban zonnebril. Voorzitter, die doodse stilte wordt alleen doorbroken door het tontommetje dat tegen dit kabinet zegt: eindpunt bereikt. Dank u wel. Voorzitter, het is tijd voor nieuwe verkiezingen. Dank u. U vertrouwt ze niet, want zij mogen daar niet hun eigen afdelingen starten en u gaan steunen. Dat klopt toch? Nee, voorzitter. Zelden zoveel onzin aan elkaar gereikt gehoord. Daar klopt echt geen ene jota van alles wat u zegt. Ik zal er één ding uitpakken, want ik kan niet al die onzin op reageren. Maar laat ik één ding erop uitpakken. Volgens mij, de heer Wilders helemaal niet geïnteresseerd is in het antwoord van de regering. Want hij heeft al besloten om in te dienen. En dan kan hij ondertussen aan het werk. Maar we doen altijd de moties indienen in de tweede termijn. Dan kan een voorstel... Voorzitter, maar het is toch volstrekt onzinnig? Gaat u dan nog op andere gedachten komen? U deed een ordevoorstel, daar heb je een Kamermeerderheid voor nodig om dat te steunen. Ik zie die niet. Nou, u kunt een ordevoorstel doen, maar er valt niks te stemmen zolang ik die motie niet indien. Zo simpel is het. En ik dien hem gewoon niet in, morgen pas. Dus 100 ordevoorstellen kunnen nog niet leiden dat we erover gaan stemmen. Dank u wel. Jammer. Dan gaan we... President, op één onderdeel hebben we gezegd, ze verdienen het, de heer Van der Laan voorop, maar de rest ook om naar huis te worden gestuurd. En dat zullen we morgen doen en geen seconde eerder. Dank u wel. Mevrouw de voorzitter, donderdag was een prachtige dag voor Nederland. De vlag kon uit en ging bij mij thuis ook uit. Op zich was het natuurlijk ook wel een prestatie. Het slechtste kabinet aller tijden, daar dan ook nog eens een keer de slechtste minister van zijn en dan toch nog 1,5 jaar volhouden. Eigenlijk toch ook wel een beetje een felicitatie waard. Mensen als gekke Ella vind ik geen woorden. En ik wil dat de heer Wilders daar afstand van neemt. Meneer Wilders. Nou, u kan 100.000 brieven sturen, maar ik neem er geen millimeter afstand van. En ik zeg wat ik vind. En ik vind gekke Ella, dus ik zeg dat zo vaak en wanneer ik ook maar wil. Voorzitter, zoals ik al zei... Voorzitter, ik zou graag in ieder geval dan willen dat de voorzitter daar afstand van neemt. Nou, dat lijkt me niet de taak van de voorzitter. Maar goed, halen. Wilt u afronden? Nou, hier staat dat ik nog 1 minuut 39 heb, voorzitter. Een Nederland zonder criminele allochtonen, dat is nou mijn Zwitserleven-gevoel. En u toont daarmee, wat mij betreft, aan dat u knettergek bent geworden. Volgens de joods-christelijke traditie is het volgens mij buiten kijf, in welke interpretatie dan ook, dat wij een minister nooit, maar dan ook nooit, en zeker niet in een parlementair debat, voor knettergek uitmaken. Meneer Van der Staaij, traditie of geen traditie. De minister is naar mijn ogen, doordat ze praat over een toekomstige christelijk-joodse islamitische traditie, knettergek geworden. Ik ga niet terugnemen, ik ga het nog herhalen. Ik vond in ieder geval zijn laatste paar zinnen niet getuigen van veel respect. Nou ja, respect. Ik zit hier in de Kamer om ministers te beoordelen. En als ik het er niet mee eens ben, heb ik volgens mij het democratische recht, dat heeft niks met respect te maken, om een motie van wantrouwen in te dienen tegen de minister die een kant naar Nederland op wil, namelijk over een aantal eeuwen ook een joods-christelijke en islamitische traditie, wat ik niet wil. Dus het heeft niks te maken met respect. Oké, ik vond dat ze knettergek was geworden. Ja, dat vind ik eerder erg voor haar, dat dat disrespectvol is. Ja, voorzitter. Dat u net niet een lichtend voorbeeld was voor hoe wij in Nederland met elkaar om moeten gaan. Dat is dan heel jammer. Omdat u heel goed weet dat u dan niet uw gelijk gaat halen. En dat u eerst dan toch op deze wijze ons al die tijd bezighoudt. Terwijl u uw doel helemaal niet wil realiseren. Voorzitter, wat een zwabberig verhaal. Ik snap er helemaal niets van. Het antwoord is sowieso nee. Het komt ons ook lafaards, maar ook naar de samenleving richt. Dat alleen maar splijtend werkt. En dan schieten we ons doel voorbij. Ik werk niet pleiten, ik zeg gewoon de waarheid. Als ik vind dat hier veel lafaards zitten omdat ze niet aandurven, als ik vind dat de minister vanwege een inhoudelijk voorstel knettergek is geworden, dan zeg ik gewoon wat ik vind. En dat heeft niks met splijten te maken. Deden maar meer mensen dat. Zeiden maar meer mensen wat ze op hun hart hadden. Zeiden maar meer mensen dat ze het spuugzat zijn. Dat als dit voorzitter iedere keer de reactie is, dan komen we natuurlijk met elkaar niet verder. Het gaat er niet om dat u niet mag zeggen wat u wil. Maar u moet respect hebben voor de ander. En u moet altijd ruimte bieden voor dialoog. U gaat zelfs niet eens in dialoog. Islamitische organisaties wilden met u in gesprek en u weigerde om met ze in gesprek te gaan. Dat heeft met iets heel anders te maken. Ze wilden met mij in gesprek. Ik weet niet of u het persbericht heeft gelezen van de organisatie. Misschien leuk om dat even nog te vertellen. Daar stond in dat ze mij niet uitnodigden voor een gesprek, maar uitnodigden. Blijkbaar kan de heer Wilders de Koran niet goed lezen. We nodigen hem uit om de Koran samen te lezen en goed uit te leggen. Dat stond in het persbericht. Dat is geen gesprek. Dat is iets, dat is voor mevrouw Halsma misschien nuttig, maar niet voor mij. Heer Slob. Nou voorzitter, als we de exegesis hebben gehoord van de heer Wilders over de islam, dan zou u daar een hele goede gesprekspartner zijn geweest volgens mij. Nou, bedankt in ieder geval voor dit mooie compliment. De heer Van der Staaij.